Breda Nu. Je weet het meteen. NL Doet Breda was actief op Belkrum Beach. Directeuren, wethouders en vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om te helpen bij diverse werkzaamheden. Een heleboel mensen hier in actie vandaag voor NL Doet. Wie zijn het allemaal? Het zijn allemaal directeuren van bedrijven die aangesloten zijn bij de Stichting Betrokken Ondernemers. Er zitten ook leden van de Raad van Bestuur bij, er zitten collegeleden bij, wethouders. Er is een gedeputeerde van de provincie aanwezig, dus dolle boel, meer dan 100 mensen. Even weg uit alle verkiezingsromslomp, even lekker een dag buiten. Hoe vindt u dat dit allemaal zo gebeurt hier bij STEC? Ja, ik vind het heerlijk om met mensen met wie je normaal veel samenwerkt, hè, allemaal bestuurders, allemaal directeuren, om echt eens even de handen uit te mouwen en gewoon volle bak een dagje te werken hier. En wat heeft u al gedaan vandaag? We hebben het strand opgeruimd en dat lag vol met takjes en viezigheid. Ik vond het op zich nog wel meevallen, maar als je nu kijkt is het toch wel erg schoon. En zometeen mogen we een SRV-wagen gaan opknappen. Van alles, van het parkeerterrein schoonmaken, oude tafels slopen waar we hout aan van kunnen hergebruiken. En wat we niet kunnen hergebruiken, dat stoken we op, daar verwarmen we ons dan mee. En we gaan het strand uitbreiden, dat we meer zonlicht hebben in de late avonduren. En veel handen maken licht werk. Ja. Nou, wij zeggen altijd tegen bedrijven van geef één vrijwilligersdag voor Breda. En die directeuren geven vandaag het goede voorbeeld. Die zijn van allerlei klussen aan het doen op Belkrum Beach en vanmiddag op STEC. Het creatieve terrein, zeg maar, dat is het terrein met creatieve ondernemers. En bent u thuis ook wel zo handig? Of komt alles nu hier naar buiten? Ja, ik hoop niet dat mijn vrouw meekijkt. Maar thuis doe ik ook wel wat dingen, maar hier wat meer. En wat is voor u de reden om mee te doen hieraan? Nou, eigenlijk heel leuk om een dag te geven aan Breda, de stad Breda, en leuke projecten die daar zijn. Om die dan weer wat beter te maken en te helpen. En wat je hier met 100 man op één dag kan realiseren, dat kan zo'n project nooit zelf realiseren. En dat is wel heel waardevol. Wat denkt u dat voor Breda, het fijn is dat die ondernemers dat zo doen? Wat ik mooier vind aan Breda, Breda kent ontzettend veel vrijwilligers. Maar Breda kent ook heel erg veel ondernemers die zich maatschappelijk inzetten voor de stad. En dat is niet alleen vandaag, dat is eigenlijk het hele jaar door. Dat bedrijven allerlei dingen doen voor maatschappelijke organisaties. Echt op verschillende fronten. En het is vandaag wel heel leuk om eens met die directeuren van die bedrijven zelf bezig te zijn. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt in onze stad, dan word je heel erg blij van je. Breda Nu. Je weet het meteen.